Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ja, we zijn een tijdje weg geweest. Dat komt omdat Hidde en ik op het bijster goede idee kwamen om matrassen te gaan testen. In de vorige video zeiden we het al, we gaan wat vaker dingen ook uitproberen. En dan leek het ons een goed idee om matrassen uit te gaan proberen. Ik ben zelf een aantal maanden geleden ben ik verhuisd. En ik moet dus een nieuw bed hebben. Maar overal op internet kom je verschillende merken tegen. Je hebt Matt, je hebt Emma, je hebt Eve, Simba. Nou ja, je wordt er helemaal mee doodgegooid. En in mijn optiek is het allemaal hetzelfde. Dus hebben wij besloten om die alle vier te gaan testen en op een rijtje te gaan zetten wat nou het ultieme matras is voor jou. Nou, het is dus niet zomaar een video. Het is echt een testvideo geworden. Hij is ook een heel stuk langer dan dat je gewend bent van ons. Het komt omdat we op meerdere punten gaan testen wat nou het ultieme matras is. En aan het einde van de video, dan gaan we je vertellen welke jij zou moeten kopen. Oké, we gaan vier matrassen uittesten. De vier die we het meest zijn tegengekomen online en waar ook het meest over bekend is. Dat is het Matt matras. Het Eve matras, die is er ook. Dit is de website van Eve. Dan het Emma matras. Nou, daar ben ik echt helemaal kapot door gespamd. Dus ik ben wel benieuwd of dat echt wat is. En dan hebben we ook nog het Simba matras. En ja, alle vier de sites, daar staat natuurlijk meteen op hoe geweldig het wel niet is. Optimale nachtrust zie ik bij Simba staan. Je dromen verdienen het beste matras, zegt Emma. Eve die zegt, het is werelds meest comfortabele matras. En dan heb je Matt en die geeft alleen maar voorbeelden over chille zondagen. Nou, ik ben wel benieuwd wat daarvan waar is. We gaan ze even bestellen, kijken hoe snel dat gaat en of het ook een beetje te doen is. Oké, we beginnen bij het Matt matras. Ik ben benieuwd, staat hierboven, bestel nu. We gaan wel voor de kleinste, of gewoon voor de normale, omdat we dus vier matrassen in mijn huis gaan neerleggen. En zo groot is mijn huis niet. Het matras is €400. Ik heb mijn gegevens ingevuld. En hier staat dat die dus echt al morgen geleverd kan worden. Dat is wel snel. Dus ik ben benieuwd. Ging het een beetje snel, Juri, het eerste matras? Of? Viel me hartstikke mee. Ik had namelijk echt geen zin om allemaal formulieren in te vullen. Maar het schijnt dat die morgen al binnenkomt. Dus het eerste matras dat besteld, dat is het Matt matras. En dan gaan we nu het Eve matras bestellen. Kijken of dat ook zo snel gaat. Oké, matras nummer 2. Ziet er ook simpel uit. Shop nu. Hij is ietsjes duurder. €420. Nou, prima. 100 dagen proeftijd ook hierbij. Afrekenen. Nou, weer even gegevens invullen. Matras nummer 2 is besteld. Dat is dus het Eve matras. Het bestellen ging eigenlijk net zo snel als het Matt matras. Daar valt weinig, het is allemaal vrij simpel en snel. Wat wel opviel is dat die 2 tientjes duurder is. Hij kostte €420. En het duurt wel een stuk langer voordat hij er is. Want er stond niet echt precies wanneer hij binnenkomt. Er stond alleen dat hij voor 31 juli er is. En dat is over 11 dagen. En die andere is er morgen al. Oké, matras nummer 3. Het Emma matras. Ik ben echt... Ik ben echt kapot gespamd door dit bedrijf. Ik zie het echt 100 keer per dag voorbij komen. Dus marketing is on point. Tijd om te kijken of het ook zo makkelijk is om te bestellen. Oh ja, deze is ook een stukje duurder. Is weer nog net iets duurder dan het Eve matras. Deze is €449. Nou goed. Kijken hoe snel die is. Levertijd staat hier 2 tot 5 werkdagen. Oké, tijd om die spullen weer in te vullen. Oké, derde matras is besteld. Het Emma matras is nog net wat duurder dan het Eve matras. Deze is €449. Maar wordt wel eens sneller geleverd dan Eve. Tussen de 2 en 5 werkdagen. Maar vooralsnog is het Matt matras het snelste. Die wordt namelijk morgen geleverd en die kost €400. Dus dat scheelt €50 met dit matras. Tijd om matras nummer 4 te gaan bestellen. Het Simba matras. De bestseller hybrid matras, zoals ze het zeggen. Geen zin om te lezen, want ik ga het zelf wel uittesten. Even kijken. Matras. Kijk, dit is tot nu toe de goedkoopste. Het scheelt maar €1 met het Matt matras, maar deze is €399. Het Matt matras was €400. Het Eve matras was €420. En het Emma matras was €449. Goed. En ook hier staat binnen 24 uur geleverd. Nou, dat hoop ik dan maar. Afrekenen. Het bestellen op alle vier de websites ging eigenlijk hartstikke snel. Er was een prijsverschil. En hieruit komen het Matt matras en het Simba matras eigenlijk even goed uit de bus. Want beide matrassen zijn binnen 24 uur geleverd volgens de website. En ze schelen €1 qua prijs, dus daar hoef je het ook niet voor te laten. Naast natuurlijk wel afwachten of ze ook echt binnen 24 uur geleverd zijn. En ook wachten op die andere twee matrassen. Dus wachten maar. Oké, inmiddels zijn alle matrassen binnen. Het heeft even geduurd. De ene was wat sneller dan de andere. In totaal hebben we dus nu de Eve, de Simba, het Emma matras en ook het Matt matras. En degene die het allersnelst geleverd werd in dit geval,
was de mat. Die werd namelijk echt de dag erna al geleverd. Samen met de Emma. Tenminste, niet tegelijk. Maar deze werd ook de dag erna geleverd. Toch wint de mat hierop. Omdat ik kon kiezen wanneer die geleverd werd. En voor mij is het hartstikke handig. Want ik werk 's nachts. Dus ik zei al van kom in de middag of in de avond. En dat was geen enkel probleem. Dus dat was super handig. En het Emma-matras is in de loop van de dag was die geleverd. Toen was ik even niet thuis. Toen heeft een buurman kunnen aannemen. Dus ook wel fijn dat hij in ieder geval is aangenomen. Dan hebben we het Simma-matras. Ja, en hier heb ik echt ongelooflijk gemengde gevoelens over. Want de doos is hartstikke compact. Dat ziet er allemaal goed uit. Maar die levering was echt kut. Dat was niet te doen. Ze hebben 3 keer geprobeerd dat matras te leveren. En ja, ik weet niet of dat aan Simma ligt of aan PostNL. Maar het was echt alleen maar gekloot. Ze zeiden dat de weg was afgezet. Dat er niemand thuis was terwijl dit hele huis vol met mensen zit. Het heeft in ieder geval dus 2 weken geduurd voordat dit matras binnen was. Erg jammer. Zit zeker nog ruimte voor verbetering in wat mij betreft. En dan hebben we nog het Eve matras. En dit was weer een ongelofelijke meevaller eigenlijk. Want op de website werd mij verteld dat die binnen 2 weken werd geleverd. Dus ik dacht al van ja shit, moet lang gaan wachten. Maar binnen 4 dagen was hij er al. Op dag 4 stond iemand voor de deur met het Eve matras. Hartstikke handig. Wat misschien wat minder handig is, is dat dit matras niet meer leverbaar in Nederland is. Ik ging vanochtend even kijken op de website en toen zeiden ze dat dat ze geen bestellingen meer aannemen voor Nederland. Wel in het buitenland, maar niet in Nederland. Dus het is leuk dat ze het toch sneller leveren dan je zou denken. Maar als je niet meer kan bestellen, ja, dan heb je natuurlijk geen bal aan. Oké, conclusie. Het MET-matras en het Emma-matras werden heel erg snel geleverd. Daarbij een klein voordeel voor het MET-matras, want daar kon je een dagdeel in plannen. Het Simma-matras, ja joh, het weet ik veel. Het is maar wanneer het in eind komt dat die geleverd wordt. En het Eve-matras, ja, was sneller dan gedacht. Alleen, ik kan ze niet meer bestellen, dus we gaan er ook geen review over maken, want het heeft verder geen zin eigenlijk. Hier hoort natuurlijk officieel een cijfer bij en dat is precies wat ik nu ga doen. Matt krijgt een 9, omdat ik dus een dagdeel kon kiezen en hij werd 24 uur later geleverd. Emma krijgt een 8, omdat hij ook 24 uur later werd geleverd, maar dan kon ik geen dagdeel kiezen. Simba een 5, waarom een 5 zou je zeggen? Ja, heel simpel, ik wil toch het voordeel van de twijfel geven of het aan Simba lag of aan PostNL. En Eve, ja, Eve doet niet meer mee, kan niet meer geleverd worden in Nederland. Dan is het nu tijd om ze uit te gaan pakken. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet en hoe ze uitrollen en wat het eindresultaat is. Dus ja, kijk maar eens mee. Er zit een mooi boekje bij met zo'n klein wit dingetje. En dit is bedoeld zodat je het folie er makkelijk af kan scheuren. Op deze manier. Ja, nou, we hebben hem net uitgepakt en het ziet er allemaal best wel goed uit. Er zit een heel handig boekje bij. Er zit een klein mesje bij waarin je het folie er goed af kan halen. Ik heb alleen wel een paar puntjes van kritiek. Toen we hem net openmaakten kwam er een best wel sterke chemische geur vanaf. Wat ik best wel vreemd vind. En waar ik me ook een klein beetje zorgen over maak is dat het heel erg zacht is. Alleen als ik zo lig, dan weet ik niet of dit het matras voor mij is, eerlijk gezegd. Oké, dus het Emma matras schijnt de beste uit de test te zijn. Dit schijnt de crème de la crème te zijn van de matrassen. En wat ik me dan afvraag is dat ook echt daadwerkelijk zo? Dat gaan we nu testen. Wat me al eigenlijk direct opviel is dat de bovenste laag van het matras, dus de hoes, dat het gemaakt is van polyester. En dat is een synthetische stof. Wat dus eigenlijk een nadeel is, dat het ademt veel moeilijker dan normaal. Het enige voordeel eraan is dat je het makkelijk kan wassen. En ik heb ook nog wat meer research gedaan naar de opbouw van het matras, als je even hierheen komt. En kijken naar de opdeling van laag in het matras, hebben we op de bovenste laag heb je gewoon ergo schuim. Dat is eigenlijk gewoon een soort schuim, best wel zacht. Heb je daaronder heb je traag schuim, nou dat is eigenlijk precies zoals je het zegt. Die zakt dus iets meer in en die zet zich iets trager uit, zeg maar, zodat je lichaam meer in het matras zakt. En de onderste laag zie je hier allemaal gaten zitten. En nee, dat is geen fabrieksfout. Dat hebben ze expres gedaan. Die gaten die hierin zitten, dat zijn comfortzones. En daar zijn er 5 van in het matras. En dat is bedoeld om je heupen en je schouders meer in het matras te laten zakken. Dat hebben ze dus expres gedaan voor het comfort dus. Nu kwamen we ook nog een ander filmpje tegen op internet. En ik vind toch echt dat ik dit met jullie moet delen. Want dat is een review van hetzelfde Emma-matras als wat wij nu hebben. Je scheurt het bovenste laagje, waar dus het eerste laag schuim onder zit, scheur je eraf. Op deze manier. En die meneer die dat reviewde, die haalde zijn hand eroverheen. En je zag dat het hele matras los kwam. Dus dat gaan we zelf ook even proberen. Holy shit. Wow, kijk eens. Het gaat gewoon stuk. Nou,
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet of dit de bedoeling is. Maar als je er met je lichaam op ligt en je woelt s'nachts... En je schuurt een beetje, dan laat het hele matras los. Hier, je ziet dat ik het er zo aftrek. Ja, zoveel kracht zet je helemaal niet op. Nee, totaal niet. Oké dan. Yes. Dan is het nu tijd voor nummer 2 en dat is Simba. Zij is nu uit de doos. Bij Simba zit ook een heel leuk mesje. Er zit geen boekje bij. Maar er staat hier op de achterkant wel een leuke instructie hoe je het matras precies moet openmaken. Oké, het Simba matras. Wat is de eerste indruk die je hebt hier? Nou, het is echt totaal anders dan het Emma matras. Ten eerste, ja, hij is zacht. Je zakt er een soort van half in. Het voelt een beetje kleiig, alsof je op een blok met klei ligt. En moet je eens kijken, als je billen beweegt, zo. Dan zie je aan de zijkant dat hij een soort meeveert als een waterbed. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik hier heel enthousiast over ben. Wacht, laat mij eens even liggen. Ja. Ik vind het wel lekker, maar het voelt heel erg benauwd. Oké, okay, we hebben net het Simba-matras hebben we even opgelegen. We hebben hem nu opengerist en wat me gelijk opvalt is dat de bovenste laag ook weer van polyester is. Het bovenste laagje, dat voelt een beetje als kneedgum van vroeger. Ik weet zeker dat je dat nog wel kan herinneren. Heel zacht, bijna een beetje stroef. En dat noemen ze Simbatex. En Simbatex biedt een ondersteuning met verkoelend effect in je slaap. Nou, er staat dat er 2500 conische pocketveren in zitten. Juist, veren. Ik zie er niks van terug, want het lijkt allemaal op schuim. En daaronder zit net zoals bij het Emma-matras, traagschuim. Nou, Simba claimt dat er 2500 veren in zitten, maar als je goed kijkt, zie je schuim, 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 schuim en nog eens schuim. Waar zitten die dingen, joh? Die veren zijn nergens te vinden, dus ik ben bang dat we een drastische maatregel moeten nemen om gewoon het matras open te gaan maken en kijken waar ze dan precies zitten. Daar zijn ze, wacht even. Ga je er even eentje uittrekken, of niet? Jezus, wacht even hoor. Nou, je moet het ze nageven. Het is een veer, maar... Ja, er zit een veer in. Het is echt een veertje. Nou, ik kan nu heel goed begrijpen waarom ik ze niet heb gevoeld. Want kijk eens hoe klein ze zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijk effect heeft op je nachtrust. A few moments later. Nou, jij vindt het dus lekker liggen? Ik vind het erg lekker liggen, ja. Laat mij ook eens heel eventjes nog proberen, voordat we een uitgebreide test gaan doen. Dat is prima. Het is geen Emma, maar even een beetje op de grond ligt. Het is geen Simba, want dat is weer zo hard, maar het is... Ik vind het net iets te zacht. Ik ben er dus even op gaan zitten, voor mijn eerste indruk. En ik vind hem gewoon te zacht. Het is geen Emma waar je zo'n beetje op de grond zit. Het is geen Simba, die voelt als een soort klei, kneedgumachtig ding. Maar helemaal comfortabel vind ik het nog niet. Het is wat mij betreft iets te zacht. Maar daar hebben ze wat op gevonden. En daarom wilde ik dit matras ook heel graag uittesten. Ze hebben namelijk een matras ontwikkeld die je op 6 manieren kan instellen. Zoals je hier kan zien. Het matras kan je openritsen. En dan kan je al die onderlinge matrassen kan je omdraaien en zo keren dat het dus zachter of harder wordt. Wat op zich voor jezelf heel erg een voordeel geeft. Omdat je kan kiezen uit 6 verschillende manieren. Maar ook als je samen woont bijvoorbeeld en je vriendin die wil zachter slapen, jij wil wat steviger slapen, kan je dat matras zo ombouwen dat jullie allebei lekker liggen. Nou, je ligt er mooi bij, heren. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, het matras voelt ook wel heel fijn. Wat me direct opviel is dat de stof heel erg zacht is. Het voelt echt totaal anders aan dan de overige twee matrassen. Nu ben ik even op gaan zoeken wat het nou precies is. En deze stof heet Tencel. En het is dus gemaakt van eucalyptushout. Het is dus een 100% natuurlijk product. En ja, het voelt gewoon heel erg fijn. Een beetje als satijn of zo. Heel erg zacht. Wat ik wel heb is, de kleur van het matras is blauw. Waar ik persoonlijk niet zo'n hele grote fan van ben. Maar goed, dat is natuurlijk ook een smaakkwestie. Wat het wel was bij dit matras is, toen we me uitpakten, duurde het iets langer voor het matras zodat hij zich uitzette. Daar waren we echt wel zeker wat meer tijd aan kwijt dan bij de overige matrassen. Wat voor mij niet per se een heel groot probleem is, maar het is wel een puntje wat ik even wilde benoemen. Dus ik zeg, we gaan het matras even openritsen en kijken wat de opties precies zijn. Dat ziet er wel een heel stuk anders uit. Die anderen hadden een blauwe bovenlaag met schuim. En ik heb even opgezocht wat dit dan is, want het voelt heel anders dan het andere. Dit is latex. Ja, en ik dacht dus dat latex chemisch was. Als ik latex hoorde, denk ik aan verf en aan plastic. Maar ja, niets is minder waar. Ik ben even gaan googlen wat het dan is. En
Dit latex komt gewoon uit de rubberboom. En daarvan kan je dus prima matrassen maken. Er zitten ook gaatjes in, zoals je kan zien. En de reden waarom ik zo blijf duwen daarop, is omdat het heel erg lekker voelt, omdat er zeg maar lucht uitkomt door die gaatjes. Ja, heel gek eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Best wel leuk om zo even te doen. Waar die andere twee matrassen er ongelooflijk spectaculair uitzagen, met verborgen pocketveren en allemaal foefjes en dingetjes waarvan ik denk van nou, volgens mij was het marketing, ziet het matras er echt een heel stuk eenvoudiger uit. Je hebt namelijk de bovenlaag, dat is die latexlaag waar ik net over had. Daaronder heb je dat traagschuim, wat ook in de andere twee matrassen zitten. En dan heb je nog twee lagen daaronder, die allebei van koudschuim zijn. En die blauwe is wat zachter. En die daaronder is ook koudschuim, die is weer wat steviger. En daarmee kan je dus perfect instellen hoe jij wil liggen. Wil je zacht liggen, zoals Hidde dat lekker vindt, of wil je wat steviger liggen, zoals ik dat weer fijner vind. Volgens mij is het heel erg eenvoudig. Moeten we gewoon dit er straks afhalen, draaien we dat onderste matras om en dan lig ik een stuk steviger. Kijk hoe dat ligt. Oké, we hebben hem nu omgedraaid, het onderste matras. En ik ga hem niet weer helemaal dichtritsen, want ik wil sowieso nog ja, ook de andere standen even proberen. Dit is standje nummer 4. Die moet wat steviger zijn dan standje nummer 3. Nou, dat is hij wel. Jezus. Ik had eigenlijk gedacht, als je 6 standen hebt, dan is 1 zo'n standje verschil, dat merk je niet zo. Maar dit voel je wel. Ja, dit is hem wel voor mij. Het hoeft echt niet meer steviger. Als het steviger wordt, dan ga ik niet lekker liggen. Dit is echt... Ik vind het heel erg chill liggen. Het ligt wel heel erg anders, maar dat komt ook omdat die topper dus nu onderop ligt. En het ondermatras ligt nu weer bovenop. Conclusie? Steviger, ja zeker. Oké, heren, stand 1, de allerzachtste stand. Wat vind je ervan? Ja, nou, hij is heel zacht. Het voelt toch ook weer heel anders. Dus ik hou het toch bij de stand waarin we binnenkrijgen, standje 3. Dat is voor mij echt, dat is voor mij echt het beste. Ja, veel voor en tegens. En we waren zo lekker bezig dat we meteen 2 categorieën hebben behandeld in 1 keer. Namelijk de specificaties en de eerste indruk. En daar horen natuurlijk cijfers bij. Komt ie aan. Met, ja, die kleur. Je moet er maar van houden. Maar goed, daar gaat natuurlijk een laken overheen. In je favoriete kleur. Dus dan zie je er niks meer van. En qua specificaties, het lijkt wel een transformer op papier. Er is voor ieder wat wils en wel 6 verschillende standen. Dat zorgt voor de 7,5 voor de specs. En de allereerste indruk? Die mag er ook wezen, want het verbouwen wat we even hebben gedaan lijkt echt iets uit te halen. Een 8. Emma. Ja, Emma, je was een beetje zacht, maar wel veel verschillende lagen, dus dat ziet er zeker mooi uit. Maar wat is toch de deal met die laag die uit elkaar viel toen we er even overheen gingen wrijven? We wilden graag een 8 geven voor de specs, maar door die stomme laag die uit elkaar viel, geven we allebei een 6,5. Zowel voor de specs als voor de eerste indruk. Ja, en Simba, het is een beetje een moeilijk verhaal aan het worden, want er zitten dus 2500 pocketveren in die eigenlijk helemaal geen ondersteuning bieden. Nou, in ieder geval, qua specificaties op papier is het mooi, in de praktijk moet zich nog bewijzen. We geven het een 6 en ja, de eerste indruk een 6,5, net zoals Emma. Dat maakt de tussenstand met op nummer 1 het MET-matras, nummer 2 het Emma-matras en de laatste plek, helaas, op de derde plek Simba. We gaan door naar de test. Oké, Hidde is een paar uur geleden naar huis toe gegaan. En hij zei nog veel plezier hè, met die matrassen en slaap lekker. Want ik ga dus de matrassentest uitvoeren. En ik zit hier nu op mijn oude bed. Oude bed. En toen bedacht ik me opeens van ja, dat is wel kut. Want ik moet nu dus iedere dag mijn bed opnieuw gaan opmaken. En iedere dag een nieuw matras erop slepen. En het is nogal een bed. Want ik heb zelf gewoon een 2-persoonsmatras. Maar de test doen we met een 1-persoonsmatras. Dus ik moet nou mijn matras eraf halen, dan het eerste matras erop leggen, dan wordt de Emma. En dan een dag later het Emma-matras eraf halen, dan het Simba. En dan nog een dag later die er weer afhalen en dan het MET-matras. Nou goed, laten we maar gewoon beginnen. Nou, die ligt. Helemaal klaar voor vannacht. Het Emma-matras ligt er. En ik ga eerst het Emma-matras proberen. De nacht erop ga ik het Simba-matras proberen. En de nacht daarop het MET-matras. En dan gaan we kijken welke het lekkerste slaapt. Ik ga iedere dag, iedere ochtend als ik mijn ogen open doe, het allereerste wat ik doe is mijn telefoon pakken. En eventjes omschrijven wat ik heb gevoeld. En hoe die lag, hoe ik heb geslapen, et cetera, et cetera. Ik ben erg benieuwd. Ja, laten we het gaan proberen. Ik hou je op de hoogte. Nou, goedemorgen. Ik weet niet of je het aan mijn ogen kan zien. Maar ik ben echt net wakker. En ja, ik heb dus een nachtje geslapen op het Emma-matras. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dit is wel even wat anders dan mijn doorgezakte IKEA-matras.
dat moet ik ze nageven. Het was redelijk comfortabel. Ja, maar wat ik al zei toen ik ook mijn eerste indruk had. Voor mij echt veel te zacht. Ja, dat is toch jammer. Maar goed, die zit er in ieder geval op. Nu is het de komende nacht tijd om het Simba-matras uit te proberen. Ben ik erg benieuwd naar. Want de eerste indruk was ja, warm. En een soort kleiachtig. Ik ben benieuwd of die pocketveren iets gaan doen bij mij. Nou, goedemorgen. Ik word net wakker op het Simba-matras. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ja, prima ga slapen. Alleen werd ik vannacht wel 2 keer wakker, helemaal bezweet. En ik heb het nu ook gewoon echt bloedheet, joh. Ja, al met al, eigenlijk heb ik helemaal niet prima geslapen. Want ik werd echt gewoon bezweet wakker. Deze zit erop. Alleen nog het matras nu. Oké, slaaptest nummer 3, het matras. Ik moet als eerste zeggen dat het wel even wennen is. Omdat ik normaal dus op een 2-persoons matras slaap. En dat ik nu dus wel in een 2-persoons bed slaap, maar op een 1-persoons matras. Maar goed, dat was natuurlijk bij alle 3 zo. Vannacht ben ik nog even opgestaan omdat ik toch het matras even wilde omdraaien. Ik wilde hem iets zachter hebben. Ik had hem iets te stevig gemaakt. En daarna heb ik echt wel als een roos geslapen. Ik voel me goed uitgerust. Ja, ik weet niet wat je nou eigenlijk moet voelen tijdens zo'n matrastest. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat je lekker slaapt. En dat is wel gebeurd. Ik heb echt heel erg lekker geslapen. De kat is ook bij me komen liggen. Dat was super gezellig. En al met al moet ik zeggen dat dit wel het comfortabelste was. Maar met name omdat ik hem dus heb aangepast midden in de nacht. Nou, weet je. Jij filmt die al? Ja. Okay. We zijn maanden verder. Ja, we zijn inmiddels 2 maanden verder. Er is een hele hoop gebeurd, maar er is ook een hele hoop gebeurd in de matrassenwereld. Ja, absoluut. En daar gaat Juri nu iets meer over vertellen. Ja, klopt. Er is een hoop gebeurd in de wereld van de matrassen. Yves, die viel aan het begin van de video al meteen af. Dat komt omdat ze zijn verdwenen uit Nederland. Ze worden niet meer geleverd, waarschijnlijk omdat het aanbod groter was dan de vraag. Dus die hebben we ook niet meer getest en die gaan we ook niet meenemen in deze conclusie. Jarenlang stond het Emma-matras op nummer 1 bij de Consumentenbond. En in die korte 2 maanden is Emma dus van de troon gestoten. Die staat niet meer op nummer 1. Maar wat leuk is, daarom hebben wij natuurlijk deze video gemaakt. Als je nou wil weten welk matras echt het beste is, moet je gewoon even deze video kijken en dan weet je het vanzelf. We beginnen met Emma, wat op zich een prima matras is. Persoonlijk hou ik zelf van een redelijk zacht matras. Wat ik van Emma vond, is dat hij iets te zacht was. Dus mensen met rugklachten, onderrug of schouderproblemen, zou ik afraden om dit matras te kopen. Natuurlijk is het ook wel een stukje persoonlijke smaak. Dat is heel duidelijk. Wat mij opviel bij het Emma-matras is, nou ja, hij is inderdaad zacht. Maar we hebben dat matras even opengeritst. En jij ging er met je hand overheen, over die bovenste laag. Dat hadden we gezien in een andere video. En dat liet gewoon los. En daar schrok ik toch wel van. Want je betaalt flink wat geld voor zo'n matras. En als je dan bedenkt dat je erop ligt en in je slaap ben je natuurlijk aan het voelen en aan het doen. En dat dat matras eigenlijk kapot aan het gaan is door het normale gebruik. Ja, toen dacht ik wel van dat is toch wel echt een punt van kritiek. Ja. Oké, matrasje nummer 2, het Simba matras. Ja, daar is behoorlijk wat over te zeggen. We kijken natuurlijk in deze video naar het totaalplaatje. Dus we kijken naar het matras, maar we kijken ook naar de levering. En bij Simba is me dat gewoon ontzettend tegengevallen. De levering duurde veel langer dan verwacht. We hebben problemen gehad met de postbezorger, wat misschien aan de postbezorger lag. Maar we rekenen het Simba wel een beetje aan. Daarnaast was het matras heel erg klef en heel erg zacht. Het voelde bijna een beetje als kneedgum, zoals we al eerder hebben gezegd in deze video. Dus wat mij betreft eindigt Simba voor mij onderaan. Ja, ik sluit me helemaal bij aan en waar ik me vooral over verbaasde, dat zijn die 2500 pocketveren. Oh ja, pocketveren. Oh ja. Nou ja, goed. En dan hebben we nog het derde matras, het matras. Ja, en dat vind ik op zich wel een leuke. Wat natuurlijk heel leuk is dat je het matras helemaal kan draaien en kan verbouwen en dat je het precies kan instellen op de hard of zachtheid die jij het lekkerst vindt. Nou, zoals je het hoort, voor ieder matras valt wel wat te zeggen. Er zijn positieve kanten, er zijn negatieve kanten. We hebben natuurlijk gewoon heel kritisch gekeken naar deze matrassen omdat we gewoon, nou ja, een goede review willen geven over wat wij nou beste matrassen vinden. Ja, tijd om naar de eindsporen te gaan, toch? We gaan naar de uitconclusie en die komt nu. En dan zie je zo. Okay. Om het spannend te houden hadden we de testcijfers ook nog niet ingevuld, dus dat gaan we nu tegelijk doen met het eindcijfer. Het matras krijgt na mijn slaaptest een 8, hij lag lekker. En dat geeft een totaalcijfer van een 8,1 voor Matt. Het Emma matras, daar heb ik natuurlijk ook op geslapen, lag lekker,
maar ja, toch wat te zacht wat mij betreft. Die krijgt een 7. En dan kom je uit op een gemiddelde van een 7. En dan nog het Zimmermatras. Ja, ik sliep er ook niet heel lekker op, dus het krijgt van mij een magere 6. En als je het optelt, kom je uit op een gemiddelde van een 5,8. En nou ja, zoals je het kan zien, springt de mat dus boven alles uit. Wij hebben ervoor gekozen dat dit het beste matras is en het lekkerste matras om op te liggen. En vooral dus ook omdat je hem kan ombouwen mocht het nodig zijn. Nou weet je, het zit er eindelijk op. Eindelijk. Godsamme zeg, wat een gedoe. Ja, je moet je even voorstellen dat je dus dan 4 matrassen in huis hebt. En die allemaal moet gaan testen en reviewen en daar alles over gaan opzoeken en uitpluizen. Maar we hebben het gedaan voor jou. En ja, ik hoop, en ik denk jij ook wel, dat je hier wat aan hebt als je zelf gaat kiezen voor matras. Daarom maken we nog even dit stukje van de video, want we willen jullie allemaal vragen. Abonneer je even, geef even een duimpje omhoog als jij deze video vet vond. Of heb jij nou een product waarvan jij zegt van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Laat het ons weten en dan gaan wij voor jou aan de slag. Moeten wij het reviewen, laat het weten en dan zien we jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Yo! Zo, dat is handig!